Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en vandaag een vlog, want ja, jullie hebben gestemd dat ik gewoon in mijn eentje daar verder mee zou gaan. En vandaag heb ik weer iets te vertellen, dus gewoon een normale, ja, hoe gaan we het noemen, Sander vlog? Weet ik veel. En ik wil het even hebben over The Walking Dead Survival Instinct, want die serie die is zomaar gestopt. En hoe komt dat? Dat komt simpelweg doordat hij crashte op dat punt. Zal ik eens even kijken? Survival. Zo. Survival. 10 april was de laatste keer. Dus het is een maand geleden dat ik Survival Instinct heb geüpload. En er was een rage moment. Dat staat erachter. Dat las ik even voor. Rage moment. Want hij crashte. Moest ik helemaal overnieuw. Nou, niet helemaal. Ik moest daar een heel stuk van die missie moest ik overnieuw doen. Die hele missie eigenlijk. En dat was steeds het einde van de missie waar hij vastloopt. Dus ik doe dat overnieuw voor de tweede keer vandaag. En hij crasht weer. Dus ik kan weer overnieuw. En daarna crasht hij dus weer. Dus ik moet daar wat op vinden, want ik kan gewoon niet verder. Vandaar dus dat er geen Survival Instincts geüpload worden. En want ik heb dat al een paar keer uitgelegd, alleen ik krijg constant die vraag nog steeds. Dus ik denk, ik doe het gewoon in een vlog. Ik vertel het gewoon in een vlog. Nou is het tweede dat volgens mij niet iedereen weet dat je nog een gastrol kan opsturen. Je kan een gastrol opsturen naar Spooky 1611. En volgens mij weten jullie dat niet meer. Ik zal hier even een annotation plaatsen. En daar staat een filmpje die ik heb geüpload op... Ik ga meteen kijken. Dat filmpje, als je gastrol doet, krijg ik allemaal gastrollen. In ieder geval, er is een filmpje en die vertelt wat je moet doen om een gastrol te sturen. En dat werkt nog, die is nog actueel. Misschien kan ik een nieuwe maken, maar ik plaats hier even een annotation, een linkje. En dan weet je precies wat je moet doen om een gastrol te sturen. Ik heb weer een leuke gehad, een Minecraft gastrol, dat wel. Maar die upload ik nog gewoon. Gastrollen kun je nog altijd opsturen. Dus denk jij, ik ben een goede commentator en ik kan iets leuks toevoegen aan Spooky 1611. Dan kan je een gastrol opsturen en wie weet wordt het wel een serie als je het leuk vindt om gewoon leuk een serie te maken. Is ook goed voor je eigen kanaal, dus ja, gastrollen kunnen gewoon nog steeds. Wat staat er op de planning? Nou, ik heb een begin gemaakt aan Far Cry 3 Blood Dragon, heb ik opgenomen. Wacht ik nog even mee met uploaden, want ik wil gewoon een goed aantal afleveringen hebben, want ik heb ook nog steeds school. Nu heb ik wel weer een soort kleine vakantie. Ik hoef alleen dinsdagochtend naar school. Voor de rest heb ik nu gewoon vrij weer tot volgende week dinsdag. Dus ik kan genoeg livestreamen en genoeg uploaden en zo. Als je denkt, wat zit je haar daar? Ik kom onder de douche vandaan. Hey, bedankt voor het kijken, bedankt voor het abonneren. Zeg even wat jullie graag wilden bij volgende vlogs. Dat lijkt me heel erg leuk. Als jullie misschien ideeën hebben. Ik zou zelfs met mijn mobiel filmpjes kunnen maken. Misschien van mijn opleiding of zo. Dat ik naar mijn opleiding ga. Een dag of of gewoon een hele dag in het leven of zo. Een huistour doe ik niet. Dat willen mijn ouders niet. Want ik woon nog bij mijn ouders. Roomtour heb ik al een keer gedaan. En als ik nieuwe gear krijg die ik heel erg graag gebruik. Dan laat ik dat ook zien. Zoals de Razer Gear Hero. En dat is allemaal Razer Gear en bijvoorbeeld mijn speakers en zo en mijn subwoofer. Ik laat altijd dat soort dingen zien. Ik geef ook mijn mening over, want ik vind dat het heel veel waarde heeft om een mening erover te geven. Want straks denk ik iemand van, oh, ik ga dat ook kopen en straks vind ik het helemaal niks, terwijl ik het wel heb gekocht. Nou vind ik die Razer Keyboard, heb ik nu een tijdje geprobeerd en echt serieus, wat diep dat lekker zeg. Dat is het enige wat ik er nu over kan zeggen. Wat typt dat lekker? Dat is gewoon zo vet, zo'n mechanisch toetsenbord. Het verschil is echt te merken. En die muis ook, dat is echt... Bah. Ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende keer. Ciao!